Nou, met jouw genoegen zien mijn naam is Terry. En we zijn terug weer bij Formule 1 Driver Career Mode bij Williams. En we zijn in Oostenrijk. Nadat ik even een uitgesteld had na de eerste vrije training en de kwalificatie, gaan we in deze stream het afmaken met als eerst de sprintrace met 12 rondjes en daarna de race met 36 rondjes. Ik hoop dat jullie zin hebben. Abonneer mijn kanaal, doe je belletje aan en doe blauw mee op deze stream. En dan gaan we lekker beginnen met de sprintrace. Ik mag dan ook die sprintrace starten vanaf P5. Als je dat wil kijken hoe dat ging, moet je even de vorige kijken van Oostenrijk. Dus ik ben er zelf helemaal klaar voor, dus kom maar op. Ik ben klaar voor uitdaging. Klaar om weer te vechten voor het podium misschien wel weer. De sprint van vandaag draait alles om snelheid. Er zijn maar weinig rondes, dus op strategie gaan ze het niet winnen. Wie heeft de vaardigheid om vandaag als eerste over de streep te gaan? Laten we de startopstelling voor deze spannende sprint nog eens doornemen. Charles Leclerc start op pole position. Net voor George Russell, die dit keer vanaf P2 start. Verder op de grid hebben we Hamilton, Verstappen, Jensen, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Perez, Sainz, Ocon, Albon, Zhou, Norris, Gasly, Bottas, Ricciardo, Tsunoda, Stroll, Magnussen en Nico Hulkenberg maakt de startgrid compleet. En nu de voorbereidingen zo goed als klaar zijn, kan de sprint van start. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Let's go, sprint race time. Het is niks wat ze als die gaan houden op. Ja, zouden de softs kunnen. Is een hele riskante. Dit op de softs, ja, het kan. Is het risicovol? Zeker is het risicovol. Dus ga ik dat minimums doen? Ja. Weet ik zeker dat ik op de minimums ga doen? Ja, want als je kijkt, het hele veld gaat op de minimums. Dus de softs hebben geen zin, want die slijten zo hard dan aan het einde. En overleeft helaas niet. Dus we gaan gewoon de minimum starten vanaf P5 dus. Met de Ferrari op pol, dan de twee Mercedes Verstappen en ik. En dan Piastri achter mij. Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. 12 rondjes gaan we hier rijden. En dit bepaalt ook de startopstelling voor de hoofdrace. En zo met de startopstelling ook cruciaal. Met rookie Piastri achter mij, dan de ervaren Fernando Alonso. En dan is het Sergio Perez. Sainz. En de Alpine. Dan op 11 mijn teamgenoot Albon. Kan zichzelf naar voren werken in deze sprintrace. Om misschien die top 8 in te kunnen gaan voor toch wat puntjes. Alle punten zijn meegenomen voor mij. Ik hou van mijn rust.
Als je het wel aan de buitenkant, dat is misschien wel het voordeel. Okay, radar is clear. Weather is looking good for now. De mannen zijn goed op temperatuur, hè? En dan gaan we hier voor de sprintrace hier in Oostenrijk met 12 rondjes. Iedereen vanaf de mediums. De 5, rode lampen zijn aan. En we zijn onderweg. Lichten gingen heel snel uit. Met Russell die goed weg is. Ik ben ook goed weg. Ik vind de buitenkant van Hamilton, maar Hamilton heeft de tractie net op tijd beter. Ik ga kijken bij de Mercedes'en. Ik doe een switchback bij de Mercedes'en. En ik pak hier ook bij de Mercedes'en in de switchback van bocht 3. Goeie actie voor mij en meteen ben ik 3 precies opgeschoten bij de start. En dus nu gewoon maximaliseren. Met deze auto. De race pace zou het niet zijn. Ik meen niet meer dan Lewis Hamilton achter, maar die Lewis Hamilton die is wel snel. Maar die kan geen kant op. En moet ik zo dat ik niet Hamilton achter me houden. Ik hoop dat ik een probleem heb voor hem, ja, dat ga je hem ook niet, hè. Nu is gewoon kijken. Deze bocht kan ik ook hoor. En er is een gele vlag. Een lokale gele vlag hier in bocht 3. Maar die is weer opgegeven. Nou, Claire is wel ietsje sneller dan ik. Zoals 1.4. Ik ben 1/10 langzamer dan de Claire. DRS is beschikbaar. Ik ga gewoon mijn eigen race rijden. En hoe meer ik mijn batterij nu ga verneuken, hoe minder hard ik kan gaan verdedigen achter me. Want ik denk dat ik heel veel moet gaan verdedigen. Dan is P2 ook gewoon een goede uitslag voor mij. En ik kan verdedigen hier in Oostenrijk. Ik ben daar zo goed in. Dus laat ik klaar wegrijden. Laat hem maar deze sprintrace winnen. We zien op of we even de safety car of zo. Weer te snijden, maar Hamilton zit er wel 17e binnen. Gaat zo de DRS krijgen het stuk. En er zijn ook 3 DRS stukken achter elkaar, hè. Dus ik ben opgepast voor Lewis Hamilton. Die komt eraan met de DRS. Nooit uit weer voor Lewis. Noemt hij me steeds hard genoeg of niet? Ik moet de exit proberen terug te pakken. Ik heb de DRS wel. Doe ik het niet slim. Dan moet ik buiten om bij Lewis Hamilton te gaan, hè. Oh, Lewis en ik. Heerlijk. En ik druk hem naar buiten. Verstappen profiteert er ook van. En is een lachende derde. Ik ga de volgende aanval, dat is Max Verstappen nu al bij mij. En dan is hij hier ook voorbij, of niet?
Oh, hij raakt mij nou. Ik ga naast met Max stappen. Hé, hey, wat doet die Russell? Wat doet George? Ja, maar nu gaan ze met z'n tweeën daar binnen. Dat kan helemaal niet. Wat hun doen is gewoon dom van Mercedes. Nou, ik kan niet normaal insturen. Als ik normaal in wil sturen, die Mercedes er echt gewoon in. Probeer mij gewoon ertussen te prikken, gewoon. Kijk, opa, gaan ze met z'n tweeën lekker naar binnenkant zitten? Dat kan niet. Wat denken we wel niet? Die kunnen gewoon niet racen, die twee mensen. Die hebben gewoon geen brein om te racen. Kijk, opa, Russel, bam, lekker naar binnenkant. Als het alleen maar zo gaat worden, kan die Russel helemaal niks, joh. Hier moet ik nu maar uitwijken. Dan doe ik het wel slim. Heeft die rapport tractie genoeg? Ik denk dat die rapport er met me weg gaat komen. Verstappen en ik aan de binnenkant. Het is een touché op de voorwiel. Maar ik blijf er voor, ja. Nou, even stappen weer. Zelfde punt. Okay, focus. We need to stay on form. Red Verstappen niet. Met de uitkijk bedoel ik zelf dan ook. Het is George Russell, sorry Russell en Verstappen. Niet tegen koekeloeren dan met elkaar, joh. Geef mij iets meer weer de ruimte om dat stuk te overleven. Ik denk dat ik in tranen ga eindigen. En Verstappen zit er weer voor bij George Russell. En Leclerc gaat deze sprint race winnen. Hij zit er straks pas op de helft, hè. Maar er is een gele vlag en dat is bij bocht 4. Als de auto stil gaat staan, dan is er een safety car. Dan is er een safety car. Keep an eye on the delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Dan is er een safety car, dat is er een nadeel van Charles Leclerc. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Moet je de safety car achterhalen of moet ik gewoon Leclerc volgen? Alles safe kunnen, dan gaat een korte safe komen in de zaakjes. Dat wordt heel interessant voor het einde van de race. We gaan de zaakjes een paar spectaculaire rondjes meekrijgen. Nou.
Maar we zijn maximaal tot 20% pas. Nu het hele interessante hart is de hersenzaak. Iedereen gaat nu zijn batterij lekker op kunnen laden. Ik ga die Ferrari een beetje gek weten te maken. Waarom gaat de safe car meteen naar binnen toe? Waarom? Waarom nu? Mijn batterij zijn nog net niet eens volledig opgeladen. Dit wordt een heerlijke laatste paar vier ronden zo dadelijk. Ik heb een goede herstart, hè? Okay, clear. Okay, you're losing a small amount of time to the car behind us. Keep pushing. Die varen op een verdomme hart, hè? Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. Die Ferrari loopt toch zo hard? Maar nu krijg ik die slipstream power. En Leclerc accelereert beter. Maar ik zit ertussen. Nu doei. Doorzetten en doorgaan. En de sprint race leiden. En sparen, maar daar zit Charles Leclerc alweer. Zijn zo Leclerc. Wat een heerlijke finale van deze sprintrace. We hebben nog 3 rondes te gaan, hè. Hier ga ik niet opgeven en pak ik de leiding terug. Het zeker gedaan. En dan krijg ik een 3-mans gevecht achter je. En dan hoop ik dat er gewoon een keer fout aflopen. Wie met een 3-man zover? Het lijkt Charles Leclerc te zijn, maar Verstappen zit er heel erg naast zelfs. Verstappen tegen Leclerc wordt het hier. En Verstappen komt er niet voorbij. En Leclerc blijft nog voor Verstappen en dan gaan we straks 2 rondjes met DRS krijgen. Oh, dan kom ik vreselijk bij uit. Gaat Verstappen hier al aanvallen, sta ik bij Leclerc. Of had Leclerc in mij? Leclerc kan me hier niet aanvallen. Ik zet te ver voor Leclerc, dat is erg goed voor mij. Mag ik een beetje exit hier? Kijk. En nu start Leclerc tegen mij voor de eerste plek in de laatste ronde waarschijnlijk. Ik heb het racehard. Die heeft Leclerc zeker weten ook. Wie gaat er op pole starten voor de hoofdrace? Ik ben heel voorzichtig hier. En Leclerc gaat die zeker weten proberen. Leclerc gaat proberen, daar komt hij aan. En hij pakt me hier. Of niet?
Die exit is voor mij zo goed. En dan ga ik hem gewoon terugpakken, die Leclerc. En die power moet nu zo sterk zijn als die Williams in echt. Kan ik Leclerc hier uit gaan remmen of niet? Ik drijf hem naar de buitenkant en ik behoud de leiding hier. Maar klaar zijn we nog niet. En nu lijkt het wel klaar. Leclerc gaat me niet kunnen aanvallen meer. En dan kom ik. Ik win de sprinter hier. 8 punten erbij. En starten vanaf pol. Kom op. Heerlijke gevechten gehad. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oké, good job, mate. Really, really well done. That was a fantastic drive. Bring it home. Oh. Dit was racen. Dit was racen. Kom op, boys. Goed gedaan. Pole position voor de race. En laten we bekijken in hoeverre het klassement is veranderd. Jensen vergroot de leiding in het kampioenschap. De sprint is achter de rug en de startopstelling voor de grote race van morgen is bekend. Kijk morgen weer naar wat ongetwijfeld een fantastische race zal worden. De top 10 voor de hoofdrace van Oostenrijk ben ik op pole. Leclerc 2, Verstappen 3, Perez 4, Hamilton 5, Russell 6, Alonso 7, Piastri 8, Sainz 9 en Norris 10. En mijn teamgenoot Alexander Albon start vanaf P11, wat gewoon prima is voor New Williams. Maar ik ben klaar voor de race. Er worden heerlijke gevechten om gewoon weer een lekker podium te pakken. Wat gewoon heerlijk is. Dus kom maar op. Dit wordt toch een hele interessante hoofdrace met 36 rondjes. Poeh, dat zijn wel veel rondjes. Ik moet nog eens op opletten. Nou, ik moet gewoon onder hier na deze race gaan vervangen. Maar dan gaan we nu gewoon door naar de grote prijs, de hoofdrace. In Oostenrijk, vanaf de eerste startplek, met 36 rondjes, in het droog. Ik hoop dat het een hele interessante en strategische race gaat worden. Maar ik ben bang dat het gewoon weer een instoprace gaat worden, wat eigenlijk gewoon ja, het logische is. Maar ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. En hopelijk komen er hele leuke gevechten. Spielberg voor de Oostenrijkse Grand Prix van dit jaar. Zometeen scheuren de coureurs vanaf hun plek richting de eerste bocht, de Niki Lauda-curve. Deze vernoeming kwam in 2019. De nagedachtenis aan een van de meest geliefde mensen uit de Formule 1. Het circuit van Spielberg ligt 700 meter boven de zeespiegel en vormt met slechts 10 bochten een van de kortste ronden van het seizoen. Eén rondje is hier een afstand van 4,2 kilometer, waarbij de beste inhaalmogelijkheden in bocht 1 zijn of in de scherpe heuvelopwaartse bocht 3. Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan na de spannende kwalificatie van gisteren. Jensen start op pole position en het is Charles Leclerc op P2. En als we doorgaan naar de rest van de grid hebben we Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Sainz, Norris, Albon, Ocon, Zhou, Bottas, Stroll, Hülkenberg, Tsunoda, Magnussen, Ricciardo en Pierre Gasly pakt vandaag de laatste plek op de grid. En nu is het tijd om naar de baan te gaan. Bas van Damme komt weer bij me zitten in het commentaarhoekje. Bas, wat fantastisch dat je vandaag bij ons bent. Ik ben benieuwd als man met veel ervaring op de baan en ik vraag me af, hoe voorkom je dat de zenuwen je te veel worden tijdens de startgrid? Vanaf het moment dat de kwalificatie voorbij is, voel je de adrenaline en de spanning in je buik, terwijl je wacht tot ze de eerste bocht ingaan. Alsof ze een gevecht aangaan. De onbekende situatie maakt je zenuwachtig en die zenuwen voor de race zijn hartstikke goed. Als je ze niet meer hebt, dan geef je er niks meer om.
En natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je alle procedures uit het hoofd weet, want dan kost dat niet te veel energie. Nou, de hoofdrace. Strategie. Ziet er nog uit als een gepersonaliseerde versie van de soft-medium strategie. Dit zijn de soft, dit is een medium soft strategie. En ik ga het op deze band zo houden. Wat gaat de rest van het veld doen? Ik zie mediums, ik zie softs, ik zie mediums, ik zie softs, ik zie geen harde banden. En dan ga ik op de medium starten, denk ik. Ja, ik ga op de medium starten. Kom maar op, let's go. Eerste plek op de medium starten. Met de Red Bulls en Leclerc ook op dezelfde banden en dan de Mercedes op zacht. We kunnen gewoon zelf tempo gaan bepalen om opwarmen. Daar ben ik eigenlijk geen fan van, maar ja. Ik zat zo lekker te vechten in die heerlijke sprintrace, hè. Dat ik gewoon wel voor die pole wou gaan. Ik dacht, Leclerc kon me niet meer pakken en in de laatste ronde komt hij echt gewoon erbij. Hij kwam erbij, hij haalde me in, ik pakte hem net nog terug. Nou, dat is mooi te horen. No rain expected. Gaan we weer door deze langs deze schitterende bocht 4. Gaan we straks 36 keer ervoor bij mogen gaan, net zoals alle andere 9 bochten. Gaan we 70 cars krijgen, rode vlaggen, virtual 70 cars. In race 1 gebeurde, ja, wat gebeurde in race 1? Moet ik even denken hoor. Dat was Spanje, toen gebeurde er niet heel erg veel bijzonders. Race 2, Canada, rode vlag. En 2 virtual safety cars. Hier in Oostenrijk hebben we al een safety car gehad in de sprint race. Rustig jij al, jongen. Rustig op soft. Alonso ook op soft. Heb ik voor straks nieuwe softs? Ja, zeker zijn ze voor straks nieuwe softs. Dat is lekker. En de temperatuur weten erin te brengen. En heel rustig het vak komen staan. Okay, en hier zijn we voor de grote prijs van Oostenrijk met 36 rondjes op pole position. Leclerc naast mij. De 5 rode lampen zijn aan. En we zijn onderweg. Snelle lichten uit. En ik heb een berensoort. Perez had ook een goede soort. Maar kon er net niet tussendoor. Checo Perez had echt een berenstart. Maar hij kon niet tussen de Red Bull en de Ferrari tussendoor kruipen. Ik heb nu geprobeerd met mijn auto, wordt in Silverstone opgelost. Voor nu zien wij dat Hamilton een goede start heeft gemaakt. Dat er even een lokale gele vlag was in bocht 3, maar uiteindelijk op is gegeven. Dan heb ik het overleefd, maar nu is het gewoon managen op batterij met name. Want dat is de kracht van mij, batterij gebruiken op de rechtstukken. Nu stappen we voor de eerste eventuele eerste aanval. Ik gebruik genoeg batterij om even achter mij nog te houden. Verstappen probeerde iets te doen, maar heeft deze actie zo erg hard verpest. Dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc er allemaal lekker bij komen. Dat is een voordeel van mij, als ze lekker met elkaar gaan vechten, kan ik wegrijden. Uiteindelijk is het Hamilton die er vandoor gaat met de tweede plek hier. Die op de soft medium strategie zet. We beginnen dus op de zachtste band. Daarna gaat hij naar de gele banden waarschijnlijk.
strategische race gaat worden. Want Hamilton heeft nu de betere banden, maar straks niet meer. Richting pitstop window heeft hij geen betere banden meer, hè? Ik ben nooit snel als race-pace hier op Oostenrijk. Maar ik heb wat hard om te verdedigen. Ja, want dan gaat hij nu niet kunnen aanvallen. Ja, want dan gaat hij niet kunnen aanvallen. Hij heeft wel de overspeed, komt er niet in de buurt. Wordt hij een beetje zelf verstappen? Iets aan de binnenkant proberen, maar waar zou hij aan de binnenkant gaan aanvallen? Want dan kan verstappen nu met al die Red Bull power. En is Verstappen er weer voorbij en dan ligt hij weer tweede. Oh, dit wordt toch zo'n lekker race als ze doorgaat. En ik zit nu exit te spelen op bocht 3, waardoor ik gewoon 16 heb richting bocht 4, wat gewoon genoeg is. Verstappen kan aansluiten tot 14, 3,5 ongeveer. Is niet genoeg. Dus blijf ik de leiding behouden. Dit is een moeilijk stuk voor mij. Boven 6 tot en 8. Nou, we stappen daar voor het eerste keer komen en dat is eigenlijk in bocht 9. Verstappen probeerde alles te doen, maar het lukt hem niet. Waardoor nu Lewis Hamilton weer lekker in die versnellingsbak zit. Okay, so we're leading our teammate by 4.2 seconds. En wat ik lag in de derde hier, want ik kan hem gewoon lekker de gap houden. En kan Verstappen terugcounteren op Lewis Hamilton. En Verstappen heeft geprobeerd en Verstappen is er weer terug voor mij. Maar op zo'n race, dan heb ik al een hele race sim te rijden. We zitten nu pas op 1/9 van de race, hè? Ronde 4 van de 36. En die race pace van die Red Bull is gewoon echt gewoon dominant. Nou, dat Verstappen misschien zou kunnen komen richting een aanval bocht 3. Wat misschien Hamilton een aanval richting bocht 3 dan op Verstappen. En Hamilton zit er wel aardig dichtbij, hè. Om een beetje slipstream te pakken, gaat hij aan de buitenkant proberen die Lewis Hamilton. En Hamilton pakt daar goede exit en pakt daar de Nederlander. Mooi geraced. Is een beetje overvracht op de baan. Oh, die doe ik het echt net uitstekend genoeg om Lewis Hamilton naar achter me te houden. Gaat hij een aanval plaatsen hier, Lewis? Ik denk het wel. Kom op, zeg Lewis Hamilton. Dan is hij uit hem aan te vallen. Je moet denk ik over de sausage curve gaan. Heeft verdedigen hier. Dat kost me eigenlijk veel batterij zo. Door een dubbele aanval van de Red Bull en Mercedes moest ik uit gaan wijken over de sausage curb. Ik heb me geen floor damage opgeleverd en kan ik gewoon lekker mijn weg vervolgen.
En Verstappen, oh, dat wordt een heel intens gevecht daar. Verstappen, 14e. Probeert ook in bocht heen, hè? Dan moet ik uit gaan kijken, want nu heeft hij zijn tweede DRS. Dit doe ik heel slim, Verstappen afblokken daar midden in de bocht. Waardoor ik geen ERS nodig heb voor dit rechtstuk. En mijn exit ook gewoon perfect is. Meer Verstappen in deze bocht. Gaat niet zo makkelijk hoor, grote vriend. Nu moet ik even mijn rust bewaren, even wat opsparen weer een beetje. Exit een beetje goed pakken. Ze mogen mij wel dichterbij komen, maar ja. Wat ga je er wel binnen? Onze zielschop stappen weer terug in met de DRS hoor. Dat betekent dat ik mag niet sterker dit circuit. En dan kijken we daar voor de Nederlander die 3 DRS soms achter elkaar krijgt met een hele sterke Red Bull. Een goede exit even stappen daar hè. Stap even een mega exit. Ik heb exit spelen. Ik kan diep inremmen en hou mijn leiding. En er is een gele vlag en er staat iemand stil. Is de Ferrari die ze spint. En er is een rode vlag. Oh, 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 oh. Ja. Ja, dat is een voordeel voor de softbanden mannen, want die kunnen nu gewoon lekker gratis banden switchen en wij moeten naar wit. Wij moeten naar wit en wordt het een hele nare strategie dus voor mij. Want de witte banden gaan eronder. En gaan dus in één keer door op de harde banden. Voor een herstart hier in Oostenrijk. Iedereen staat hier op hard. En we gaan weer verder racen. En ik ben weer goed weg. We moeten de laatste 25 rondjes op deze hele mooie banden rijden. Dan verstap je echt een demarage even op deze banden van hem. Blokken die Red Bull uitstekend af. Is de Adventures toch niet gekomen voor de Mercedes en die McLaren, want die gaan allemaal gewoon naar wit. En bezig hier is Fernando Alonso in de top 5. Door spinnen van Charles Leclerc. Is de voordeel? Ja. Want er gaan nu geen pitstops meer komen, het wordt in één keer uitrijden nu.
Herstel was echt precies goed genoeg. We gaan de Red Bulls lekker met elkaar bakkeleien. Perez en Verstappen. Dan is Perez degene die ervoor zit of niet. Zitten zij aan zij die Red Bulls. Verstappen zit wel aan de binnenkant. Perez zit daar denk ik voor Verstappen. Maar het is nog steeds voor mij hoor. Verstappen wil absoluut geen tijd verliezen door Perez en Verstappen drukt zich ervoor. Dan gaan we zo ronde 3 in en dan gaan we DRS weer aankrijgen zien. DRS is now online. Gap to your teammate behind is 5.5 seconds. 7,5 tiende voor Verstappen. Richting bocht 3. En ik gebruik een beetje ERS. En dan hou ik nog steeds de voorsprong. Laat hem maar komen, laat hem maar komen. Dit is een lekker race hier hoor. Nou, komt Checo aan. De man mag er niet hebben gevochten eigenlijk deze race, Checo Perez. DRS komt eraan. Kom op, PRS. Kom even serieus, wat doet hij? Hij past er nooit ertussendoor. Daar komt Checo aan. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Yeah, nice. Slim geweest. Zo, kijk eens die exit van Perez. Probeer daar aan de buitenkant, want eigenlijk weer zit er al, hè. Huh.
Wat is er gebeurd? Perez maakt een foutje. Wat is met Perez gebeurd? Nog niet naar 20 rondjes te rijden. Zo, we gaan geen DRS krijgen keer richting bocht 1. Gaat ze wel DRS krijgen richting bocht 3? Nee. De detectiepunt staat hier niet. Echt is weer goed. Overleven ook gewoon. Cool, interessant. Goed, zo gelijk met elkaar bakkeleien, boys. Goed bezig. Peres zo heel veel door, maar hij pakt gewoon alles in de tweede plek. En Norris is opgeschoven naar 4. Goed gedaan van Lando Norris. Dat is genoeg. Safety car zou een nice hebben zijn, om even die rust te bewaren. Teammate status. Gap to your teammate behind is 4.8 seconds. Okay, they're on old hard tires. They're in ninth place. Time last lap was a 1:09.2. Albon, 9e. Goeie punt weer voor het team van Williams.
Hoe lang het gaat duren deze race voor mij, hoe zwaar ik het ga krijgen. Al ga ik me ombatsen of denk ik geen zorgen om hoef te maken. Maar wel om de onderdelen van de auto. Kan maar, kan maar. Perez keek even, voor de eerste keer daar weer. Heel goed verstappen, net snel jongen. Dit is mijn tactiek. Tactisch racen is ook het enige wat ik kan. Je hoeft snelheid te hebben, zolang je maar gewoon tactisch blijft racen. Kom maar, kom maar, ja, lekker, lekker, lekker. En zijn contact, ja. Hey. You need to get the fucking place back. Hé, maar kijk, dit mag niet. Dit is echt onsportieve driving. Hij beukt me gewoon volledig in de rondte, zo bijna. Ik kan niet verder, ik kan niet verder. En exit pakken en doei. En nog 15 rondjes overleven. Nog 15 rondjes. Dat is een erg heel erg veel nog steeds. De Ferrari van Sainz is aan de benen toe. Zwarte dag ook voor Ferrari. Maar zo ligt alles een beetje aan de hand bij Williams hier een beetje hoor. Verstappen gaat gewoon weer proberen op hetzelfde stuk waar het eigenlijk gewoon niet kan. Try to stay with them. They might make a mistake and we could still regain the position. Maar het gaat echt nog een keer fout aflopen daar gewoon tussen al die coureurs daar, hè. En Russell ligt 2, dus misschien was ik voor een nieuwe slachtoffer om een keer tegen te vechten. Iedere coureur heeft zijn eigen driving stijl. Nu ga ik de zak van Russell hopelijk tegenkrijgen. Nou, Verstappen denkt, hoho, ik wil je ook heel graag winnen op de Red Bull Ring. Dus blijft hij Verstappen vechten voor wat hij waard is. En de Sainz met 100 snelste race onder je. En gaan ze 3 wijd daar zelfs. Zo, 3 wijd. Bocht 3. En ja, Norris aan de buitenkant. En Norris gaat de aanval plaatsen op Max Verstappen.
Als de jongen bij dat lukt, ligt hij op P2. En dan wordt het een interessante einde. Norris ligt op P2. Dat is wel een topauto. Dat is wel de traagste van de topauto's. Dus die valt voor mij wel wat een beetje te vieren. Verstappen is weer terug voorbij, hè? Maar voor lang. Want Norris pakt hem terug met een DRS. Er zit er gewoon weer te genieten achter mij. Die heerlijke gevechten. Dat mij eigenlijk een beetje redt. Mans of Mack gewoon lekker voluit door gaan geven. En Perez terug naar die tweede plek. En zou ik eens weer een Red Bull achter me zetten. En dat wil je eigenlijk niet. Hij moet buiten met DRS blijven. Wil Norris nog iets kunnen? En Perez blijft buiten met DRS. Dat is echt uitstekend gemaximaliseerd voor mij. Norris kijkt nu sowieso 2 zonder DRS van Perez op mij. Ik moet nu gewoon Norris een beetje gaan helpen. Kom op Norris. Ik kan niet meer doen. En nu moet ik ook gewoon op batterij letten. Nu kan ik haar Perez aan gaan sluiten op mij. En dat is een geel, dat is een uitvaller. Geef als je nog een safety car, dat zou het helemaal perfect maken, joh. Het is een joke on you die uit zou vallen. Mechanisch probleem aan de Alfa. En Perez is aangesloten. En Perez weet het dat hij hier mij moet gaan pakken. Waar ga je me inhalen hier? Hoe breed ga ik verdedigen? Gat is een halve seconde. Perez komt eraan, hè. Hij heeft helemaal auto haken, maar hij heeft gewoon geen ruimte. Okay, clear. Ja, Alonso op 3. Wat mis ik allemaal? Fernando op 3. Hoeveel schade heeft Perez van die tik van mij gekregen?
Ik heb ineens last van in ieder geval. Alonso komt er wel gewoon aan op Perez, hè, misschien. Ik weet dat ik moet blijven vechten. Ik ben gewoon batterij aan het sparen. Dus rijd je gewoon echt een hele sterke verdedigende racer. Voor Williams moet ik het gaan doen. Als ik nu in de Red Bull gezeten had ik gewoon zo een paar seconden voor aangelegen denk ik hoor. Hoe honger is dat dan zo'n Perez te pakken? Alonso versus Perez. De achterzet Verstappen. Alonso in de Red Bull Center. Dat wordt heel erg leuk. Perez, Alonso 2-10 achter je. Alonso, gaat hij misschien een late move proberen of niet? Hij durft niet. En ik heb eigenlijk weer zo goed hier. Nog 7 rondjes te gaan. Op de Red Bull Ring. Ik die al heel lang in je maag vallen eigenlijk. Oh, daar zijn komt veel mijn banden. Goed, de Perez van X-Action daar kan Alonso misschien aanvallen. Kom Fernando. En kom Fernando. Ja, Fernando. Ja, lekker Fernando. Fernando Alonso naar de tweede plek hier. Goed gedaan zeg van de man in de Aston Martin. Pak Perez. En rijdt op de tweede plek hier in Oostenrijk. Kan Alonso hier een keer zijn eerste race weer winnen? Is een stijde. Alonso, het oude race monster. Zit misschien wat te kijken, zei bij mij. En mijn racehart wil ook heel graag winnen. En ik ben ook aan het pushen voor wat ik waar ben. Die Red Bulls gaan ook met elkaar vechten. Dat is helemaal niet leuk voor het team van Red Bull. Alonso gaat misschien voor zijn eerste aanval voor de leiding komen. Daar komt hij aan. Fernando Alonso aan de binnenkant van mij. En ik word buiten om mee te gaan om een, ja, om de exit te pakken. Dat doe ik dan weer zo slim. Met 5 rondes nog te gaan hier. En we gaan een finale worden hoor. Met het gevecht om een podium. Vecht om de overwinning. Er zijn zoveel gevechten. Ieder puntje telt mee. Hou je mond, boordradio, ik word er helemaal gek van nu. Ik ben aan het concentreren om te winnen. Exitje, de doei. Dat is ook kut. Nu zit Max Verstappen daar vlak achter.
Wat is dat spijt weer spelen? Maar nu gaat Alonso eraan. Alonso gaat eraan Verstappen. Verstappen gaat er voorbij komen. Dat moet in mond nog gaan gebeuren. Kan Alonso gaan tegen Verstappen? Nee, Verstappen terug naar de tweede plek. En jaag het op mij. Dat moet ook allemaal gebeuren, dus ik in die laatste 3 rondjes hier in Oostenrijk. Het zit zo dicht bij elkaar. 3 rondjes. Voor het einde. Veel verpest actie een beetje wel, hè. Kan Alonso nog terugvechten? Exit pakken we hier goed. Stappen gaat dat me hier ook niet lukken. Ik heb nog ERS over om straks echt heel hard te gaan pompen. Ik voel me zo lekker in de Williams, hè. Nu moet ik hem echt niet laten aanvallen. Maar nu gaat het echt een menig zwaar om met 2 rondjes te gaan. Verstappen, vreselijk dichtbij. Alonso, vreselijk dichtbij. Verstappen gaat hier voorbij, maar ik doe hetzelfde als wat ik net bij Alonso 2 keer heb gedaan. Ik ga al zeker het laatste rondje eraf spelen. Green flag. Is er nog geel? Als er nog geel is, voor wie is het dan? Dit is een Aston Martin van Lance Stroll. Verstappen gaat hij proberen. Verstappen lukt niet. Die is EX verneukt daar. Ik heb de gap nu. En Sainz uit niets op deze P4. En Alonso tegen Verstappen nu. Verstappen komt niet goed uit die bocht daar. Laatste ronde. Nog een keer geel. Oh, het is Sainz. Het is toch een Ferrari niet. Sainz uit de punten. Sainz spint zichzelf er nog uit. En hij is het disqualificeerd. Oei. Wat een knotsgekke race waar je mee gaat. Maar ik ben een rode vlag. 4 mensen die de finish niet hebben behaald. En jij hebt een podium met mij die op 1 gaat eindigen. Alonso op 2. Verstappen op 3, maar wij gaan hier voor de tweede keer op rij de road race winnen naar Canada in Oostenrijk. Heerlijk weekend gereden, fantastisch verdedigd. Let's go, let's go, kom op. Vertel, hoe denk jij dat zij de winst hebben gepakt? Consistentie was vandaag echt belangrijk. Dat betekent dat je snel moet zijn, ronde na ronde na ronde. Als je dat kunt doen, dan kun je profiteren van de fouten van een ander zonder zelf fouten te maken. En met die aanpak kom je een heel eind. Yes. Die was zo taai, hè. Poffer, ik ben kapot. De gezichten van de top 3 staan enorm blij terwijl ze onderweg zijn naar het podium. Een welverdiende overwinning en een prachtige prestatie voor allemaal. Dit vind ik misschien wel de mooiste podium ooit, zo zo'n plaatje. Ik, Alonso Verstappen. Yo. Nice.
Lekker gevochten hoor. Slim gevochten. Bocht 3 slim. Bocht 1 slim. Dus ja, als je zo slim verdedigt, dan verdien je misschien ook voor mij die overwinning. Mijn auto kreeg nog problemen. Maar dan wordt in Silverstone, komen er nieuwe onderdelen in ieder geval erop. Maar eerst nog genieten van deze heerlijke weekend. Sprintrace win. En hoofdrace win. Beter kan het niet worden in deze stream. Een scene waar de coureurs staan. Jensen vergroot de leiding in het kampioenschap. Wat was er weer een geweldig talent op de baan vandaag. Maar Bas, wie vind jij coureur van de dag? Ik ga voor Jensen. Over naar het constructeurskampioenschap. Er is geen verandering in de topplaatsen, maar door de punten van vandaag wordt de leiding lastig te behouden. Wie weet wat de sport naar zo'n evenement de volgende keer weer voor ons in petto heeft. Kijk dan weer, want wij brengen je de spanning en sensatie van Formule 1. Nou, met deels de Grand Prix van Oostenrijk. Met de uitslag voor de race. Ik win. Alonso 2, Verstappen 3, Norris 4, Russell 5, Hamilton 6, Piastri 7, Perez 8, Albon ook punten 9, Bottas, Alfa Romeo 10. De buitenvallen zijn Tsunoda op 11, Hulkenberg 12, Ocon 13, Magnussen 14, Ricciardo 15, Gasly 16, Stroll uitgevallen 17, Joe 18 en beide Ferraris halen de finish niet. Als je kijkt naar alle incidenten, het zijn er heel erg veel. Heb ik een track limit gepakt hier? Nee. Dus heb ik ook fantastisch ook genoeg gedaan. En dus ben ik zeer tevreden over deze race. Lekker hoor. Oh jezus, dit was hard vechten. Dit was echt misschien de mooiste race die ik ooit heb gereden. Kom op. Yes. Nou, ik krijg 300, als deze 300 leuk, is het perfect. Waarom zei je het uit? Charles Leclerc was mijn rival. Geen gemakkelijke beslissing, maar je hebt het goed aangepakt. Dank je. Nou, gaan de upgrades binnenkomen? Nee! En dat wordt dus niet perfect, want de upgrades lukken allemaal niet. Dit wordt allemaal voor de training straks, wordt allemaal, dus eerst zit de prioriteit. Het zijn ongeveer 500-600 research points. Maar mensen, dit was de Grand Prix van Oostenrijk. De sprinters zijn over, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer mijn kanaal, druk ook het belletje aan en doe blauw omhoog. En zie ik jullie de volgende keer bij de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone.